Leuk dat jullie kijken jongens naar deze nieuwe video. Ik heb tips dat de Albert Heijn categorie 1 vuurwerk verkoopt. En moet je de schappen eens zien. Categorie 1 vuurwerk. En ook niet iets wat ik eerder heb gezien. Dit is allemaal van Partyland. Maar ze zeggen dus dat dit de beste fonteinen zijn die je in een supermarkt kan kopen. Ik ben benieuwd, even mijn mondkapje op. Dat deed ik enkel voor de intro even af. Zo. 4 euro. Die gaat in de kar. Volgende. De fonteinen. Zie je fonteinen, ja. 3 euro. Doen? Ja, lijkt op pijlentortjes. Ja, echt hè. Nou, die doen we erbij. Gast, deze nog. Oh joh, deze heb je ook nog van de macro, weet je nog? Yes. Hey, dat is wel lachen. De party dan? Dat is een mooi pakketje dit. Die doen we er ook even in. Vervolgens. Even de? Deze. Oh, hard. Hebben we hier grondbloemen? Die doen we ook even in de kar. Ja, hier eronder. IJsfonteinen is altijd lachen om mee te nemen, maar laten we hem even liggen. Hier eronder, ja. Hadden we dit? Nee. Nee, dat zijn dinges, hè? Voor kinderen. We staan op locatie. We hebben net bij die Albert Heijn geshopt hier in Delft. Voor de mensen die in Delft wonen of ooit hier zijn geweest. Het is gewoon in Delft. We halen alles even eruit. Nou, deze fonteinen kennen wij als het goed is al. Maar dan zat bij de macro hier plastic omheen. Zo, nu het zegt? Ja, hè? Bizar, hè? Ze waren wel goed daarentegen. 10 euro, inderdaad. Het waren echt geen slechte fonteinen. En het is nu een beetje schemer, dus dat is altijd mooi. Juist. Verder hebben we dit jeugdpakket. Nou, daar zitten grondbloemetjes in en zo. Ik denk dat we daar een beetje mee moeten beginnen. Crack and X? Ja, van Philly Crackers. Waarschijnlijk wel, hè? Heb ik nog een torch? Daar heb jij een torch? Ik heb een torch. Wacht even. Nou, we beginnen maar even met de grondbloemen. Wat zijn dat voor grondbloemen? We beginnen met grondbloemetjes van de Albert Heijn. Daar zijn we goed op zit, man. Ja. Gaan we stoken. Gaan we stoken. Stoken we een keer bij Schemer, hè? Door. Nou. Is dit trouwens de eerste keer dat ze bij de Albert Heijn vuurwerk hebben? Ja. Echt vuurwerk wel. Ik heb het nog nooit gezien. En er waren heel veel reacties. Ik heb heel veel reacties van jullie gezien. Dat mensen zeiden, straks gaat de Turkse bak ook nog kat even kopen. Echt geniaal. Wat is dit dan? Ze hebben ook Turkse kat 1 vuurwerk, hè? Mega Magic Tubes. Ja, dit zijn flesjes. Probeer maar. Lijkt wel grote... grote... Filicrackers, maar misschien flesjes. Nee, dit zijn flashings, man, denk ik. Ze flashen ons. Oh, joh! Kleine knettertonnetjes. Ja, dat is op zich wel goeie, man. Op zich? Op zich! Aan zich! Dit zijn kleine knettertonnetjes, lijkt wel. Eerlijk? Niet slecht, man. Stoken. Hey, wat je hier hebt zijn Dragon Eggs. Hoppa. Maar misschien langer. Fonteinen van hetzelfde pakket, eigenlijk van de macro. Pyroland. Dan doen we hem nog een keer. Die zetten we neer. Hey, waren wel goed, hè? Ze waren zeker goed. Ja, doe maar. Zou het zijn? Een mooie fontein, hoor. Zo. Hey. Hey, eerlijk. Die zijn nog harder dan die van de Aldi van vorig jaar, man. Zijn wel hard, ja. Ziek, hè? Komt dat ook niet door de locatie dan? Iedereen kijkt hier. Ander fonteintje. Wat is deze dan? Ja, de fonteinen bij de Albert Heijn zijn het best. Ja, macro. Zo. Ja. De beste fonteinen, man. Nou, deze gaan we ook even doen. Welke is deze? De Spring Flower Fontein. Maar ja, zelfde prijsbestikkering. Ook in het hoekie. Ja. Dus. Zo. Ja, ze zijn wel goeie, man.
andere ook. Zo. Gast, what the fuck? Wat is dit dan, joh? Hier, we hebben er nog één. Kijken, kijken of het echt een fout was. Blijf filmen. Het zou wel dik zijn, man. Ja, was dat fout, man. Maar het was wel lachen. Ja, het was wel lachen, ja. Hier, steek deze aan. Colored. Colored fountain. Gekleurde fontein. Ja, ik vind het wel grappig. Ze weten dat we opnemen. Zo! Lijp. Hard. We zijn hier bij een hele hoge flat. Dus het geluid is sowieso goed hier. Purple fountain? Nee, purple. Nou, rechtop dan. Perfect fountain. Ai, ai, ai. Waarom heb je hem eruit gehaald, Pek? Nee. Schiet omhoog, hè? Dan hebben we nog de Red Dragon. Zou er een draak uitkomen, denk ik? Ja, heb je een pijlenstandaard? Dat kan niet goed gaan, dit. Ja, ja, ja. Zo. Ik weet niet of jullie het op beeld goed kunnen horen, maar dit zijn echt de beste fonteinen tot nu toe qua knetter. Ja. Moet je kijken, ze doen het niet heel lang, moet ik eerlijk zeggen. Maar dit zijn... Pilly crackers geven heel veel vonk af. Wat is dat, grombloemetje? Yes. Het volgende is dit pakket. Het zijn allemaal van die kleine dingetjes in. Ik weet niet wat het precies is. Lijkt op knettertonnetjes weer. Ja. Hier, laat ze eens zien. Hier zo? Ja. Zo, wat een overbelichting, gek. Ben benieuwd? Ja. Ja. We worden wel verrast aan nu door de Albert Heijn. Zo. Nou, we hebben even wat meerdere van die dingen bij elkaar gezet. Showtje geven. Let's go. Steek maar wat pilikrekkers aan. Hier. De andere ook aan. Ja, ga maar. Hier, ze zijn aan. Ja, natuurlijk. Oh, hè? Het zijn goede dingen, man. Hier, leg hem erop. Ziek. Wat zit hier, wat is dit nou weer voor ding? Lijkt wel op een tank, gek. Lijkt wel een crazy robot, gek. Vet. Dit is een Slayer, ja. Fontein. Ben benieuwd. Moet dan wel knetteren, man. Realiseerlijk. Kijk die vonk, kijk. Steek maar ernaast aan. Die stellen dan wel wat minder voor, hè? Nou. Ik denk dat het Partyland pakket het beste is, man. Zo. Dat was het vuurwerk van de Albert Heijn. We kregen een tip via onze DM. We zijn gelijk naar deze Albert Heijn gereden. En ik moet je zeggen, dat ene pakketje met die kleine fonteinen, die zijn echt het allerbeste. Van Partyland. En die van Partyland, van wat je bij de Macro kon kopen, nu overigens ook alweer op, die is ook heel goed. Verder, wat ik wil zeggen, is dus dat dit een van de enige winkels is waar Kat 1 nog te koop is. Omdat alle niet-essentiële winkels dicht zijn. Dus je hebt bijvoorbeeld bij de Lidl en de Aldi heb je nog vuurwerk. En bij deze winkel, Lidl is trouwens helemaal niks meer voorraad, maar de Albert Heijn gelukkig heeft goed Kat 1 vuurwerk. Dus mocht je in de buurt zijn bij de Albert Heijn, ik zou zeker even kijken. Laat even een like achter, vergeet niet te abonneren en morgen is er gewoon weer een video.